Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid werkt sinds 2021 aan de implementatie van het HARTS-initiatief van PAHO-WHO om hart- en vaatziekten beter te voorkomen en behandelen. Op 16 mei 2024 vond een overleg plaats met minister Amar Ramadine en andere stakeholders om de voortgang te bespreken. Er wordt ingezet op training van zorgverleners en samenwerking tussen verschillende partijen. Minister Ramadine benadrukte het belang van gezamenlijke inspanningen om de hoge sterfte door niet-overdraagbare ziekten te verminderen. Minister Stephen McAndrew van AWJ ontving op 16 mei Carlo Renfrum, voorzitter van de Stichting Jongeren voor een Stabiele Toekomst. Renfrum vroeg aandacht voor kansarme jongeren en stelde voor een boys ranch met scholings- en vaktrainingsfaciliteiten in Koroni op te richten. Renfrum zegt een stuk land te hebben, maar de titel moet nog worden geformaliseerd. De minister beloofde zijn collega's hierover te benaderen en benadrukte het belang van ondersteuning voor jongeren. Minister Aïnes Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ontving op 10 mei het presidentiële monitoringsteam Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking. Ze bespraken knelpunten zoals subsidiëring van zorginstellingen, transport en digitalisering van documenten. Voorstellen werden gedaan en verdere bijeenkomsten gepland. Het team van de minister en het monitoringsteam, bestaande uit verschillende leden en functionarissen, namen deel aan het overleg.